Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Net als gisteren zien we weer een wolkenvrije satellietfoto, maar in de werkelijkheid is het geheel bewolkt. De bewolking had vanochtend vroeg dezelfde temperatuur als de temperatuur aan de grond, dan kan een satelliet dat niet zien. Maar de bewolking is er dus wel. In de loop van de ochtend komen er wat gaatjes, breekt af en toe de zon door, en vanmiddag zien we dan op meer plaatsen de zon schijnen. Blijft overal droog en de temperatuur loopt weer op naar zo'n aangename 18 tot 21 graden. Er staat ook weinig wind, dus al met al kunnen we deze eerste herfstdag toch beter betitelen als een laatste nazomerdag. Misschien komen er trouwens nog wel meer. Vanavond ook nog veel wolkenvelden, enkele opklaringen. En in de nacht zien we de wolken dan weer toenemen en wordt het opnieuw nevelig en lokaal mistig. Morgen in de loop van de dag weer vaker zon. Vooral in het zuiden gaat de zon dan flink schijnen, denk ik. In de rest van het land houden de wolken ook de overhand. 19 tot 21 graden en opnieuw een droge dag. Woensdag wordt de kans op een bui wat groter, maar het droge weer overheerst wel. Geldt trouwens ook voor donderdag en vrijdag: heel af en toe de paraplu nodig, maar meestal zo het droog en met af en toe zon wordt het dan een graad of 15 tot 18. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.